Terwijl de Guyanese autoriteiten het besluit hebben genomen de baktrak voor een week te sluiten, heeft Suriname een afwachtende houding aangenomen. Dat zegt de regiocommandant van Ikeri, Retitia Forster, aan onze nieuwsdienst. De baktrakroute van onze zijde is dus nog niet gesloten. Passagiers die van en naar Guyana willen, kunnen ongestoord gebruik maken van de Canawaima veerdienst. De baktrakroute, die door beide landen wordt gedoogd, is door de Guyanese autoriteiten gesloten omdat er daar vandaag verkiezingen worden gehouden, zegt Forster. Officieel heb ik geen berichten gehad van onze autoriteiten, met name van de minister van Buitenlandse Zaken, via mijn minister, om te weten wat er aan de hand is. We wachten de informaties af, want het kan dat ze het misschien achteraf nog doen. Wat ik heel officieel heb begrepen is dat zij van hun zijde de baktrakroute tot en met 7 maart hebben afgesloten. En hoe zit het met de mensen aan deze kant? Hoe gaan zij dan naar Guyana? De mensen van deze kant, die heb ik al gezegd, die kunnen normaal met de Canawaima ferry service de oversteek doen naar Guyana. Ze kunnen alleen niet via baktrak, maar ze kunnen normaal via South Dream naar Guyana afreizen. Natuurlijk moeten ze al hun reisdocumenten bij zich hebben, met name hun paspoort en hun vaccinatieboekje natuurlijk. De regiocommandant van Ikeri, Retitia Forster, in een telefonisch interview met onze nieuwsdienst. Suriname heeft de gedoogde backtrackroute niet gesloten, zoals Guyana dat heeft gedaan. Passagiers kunnen Guyana wel bereiken, maar dan via de officiële Canawaima veerdienst.